Hallo en welkom bij deze nieuwe video van Thomas Go. Misschien weten jullie het al, maar nog niet zo lang geleden is de tekenfilm van Urbanus uitgekomen. Ik ben daar naar de première van gaan kijken en ik vond het een heel leuke film. En soms wel heel grappig. Maar vandaag ga ik niet iets van de film doen, nee. Vandaag ga ik de game doen. En het heet Urbanus de Toetsenkiller. Dit is weer zo'n spel zoals de vorige video van Standaard Uitgeverij. Maar deze is uit 2002. Ik ben benieuwd wat het zal geven. Urbanus 1. De Toetsenkiller. Ja, meneer. Straks is het eindexamen in school. Oei, oei, oei. Ja, maar ik heb een onzichtbaar spiekbriefje op de klep van mijn mutsje geplakt. Waar? Hier. Oh, ik had het nog niet gezien. Het is te hopen dat Kweepeer er niks van merkt. Het is te hopen. Nee, niks aan de hand. Urbanus. Ja? Kom eens hier. Ja? Wat heeft dat te betekenen? Niks. Een spiekbrief. Wie heeft dat daarop gestoken? Oh nee. Nee. Oh, ik ga dat niet kunnen zonder spiekbriefje. Nog een geluk dat ik gedacht heb aan plan B. Ik heb een Urbanus-robot meegebracht die we in jouw plaats kunnen zetten zodat we samen naar de spiekbriefjes kunnen zoeken. Oké, Amadee. Geweldig plan. Meester Kweepeer, zou ik eens even naar het toilet mogen gaan, alstublieft? Oké, Urbanus, maar doe het snel. Ja, dank u. Oké. Het is eerst de bedoeling dat je de operatie robot doet. En dat is zo een beetje het spel zo van dat je... Er staan zoveel op de goede plek en zoveel op de verkeerde plek. En die horen er niet bij. Ja, alleen ongeveer dat. Snel, knutsel de robot in elkaar voordat Kweepeer iets in de gaten heeft. Oké, dat zullen we doen. Start! Bijvoorbeeld, de voetbal, het boek, toiletpapier, de toeter en het klokje. Dus er staan 3 op de verkeerde plek en 2 zijn niet goed. Misschien kan ik bijvoorbeeld eens... de klok en de voetbal omwisselen. Nee, op de juiste plaats. Dat is goed. Nee, op de juiste plaats. Dus de voetbal staat op de juiste plaats. Dat lukt hier van langs geen kanten. Voor mij wel. Ah, nu staat er weer... Waar moet dat hier? Dus de klok staat op de juiste... Nee, op de juiste plaats. We zullen zien... 2 op de juiste plaats. Urbanus, je moet 5 objecten erin steken. Ja. Oké, dus de voetballen en het klokje staan goed. Deze en deze misschien is omhalen. Dan lukt hier van langs 2 op de juiste plaats. Dus er staan nu 1 op de verkeerde plaats. Ik misschien... heb een wijs over. Oh, ik krijg er niet 2 ja. Zullen... op de juiste plaats. Nog steeds niet. 2 op de juiste plaats. Misschien... Ik denk dat toiletpapier hier hoort. 3 ja. Op de juiste plaats. Dus deze en deze zullen we aan de kant leggen. En dan kunnen we eens de koffie komen, of mok, in het lampje proberen. Op de juiste plaats. 3 op de juiste nog steeds niet. Ik heb een wijs over. Het blokje en de tanden. 4 op de juiste plaats. Oké. Dus 1 van die 2 staat op de goede plaats.
hier op de juiste plaats. Oké, dus de tanden. Ja, Urbanus, de tijd is aan het weg. Dus alles is goed behalve hier. Hier op de juiste. Oké, dit is ook niet goed. Ik heb een wijs over. Dan zullen we dat eens proberen. Yes! Het is gelukt! Nu snel de robot in de klas zetten, zodat yes! ik mijn speakbriefjes kan gaan zoeken. Wat was dat voor lach? Ik merk dat heel hard, misschien hij niet, maar ik merk dat. Ga maar terug zitten, Urbanus. Ja. Haakjes, voel je je wel echt lekker? Lekker, ja. Oké. Dus, ik denk, hier zit er een. Hier zit er een. Hier zit er een. Hier zit een. Hier zit een. En hier zit een. Ik zou eerst deze. Schulpert. Wow, Stef, Stef en Stilo hebben heel de klas leeggeroofd. Ze zijn wat? Vandoor met de wereldbollen, borden en de computers. En mijn speakbriefje zit daarbij. Ik ga er achteraan met mijn verloken. Ja! Oké. Okay. Dus er zijn dieven. En wij moeten op hun mikken met ons waterpistooltje. Allee. Ik weet niet van u. En we kunnen ook bewegen. Oké, voilà, die hebben we geraakt. Die kunnen we niet schieten. Allee, mogen we niet schieten, best. Hallo. Voilà. Die is ook neer. Haja. Oh, het speakbriefje. Ja. Oh, heb eens. Yes, we hebben het speakbriefje. Voilà. Oké, jij mag. Oh, pas op! Voilà. Neer. Pas op! Ha. Kom maar op! Die is ook al vol met water gespoten. Jij mag ook erbij. Jij niet. Oh nee! Maar hier ben ik alweer terug. Wat? Hoe kan je zo rap terug zijn? Oké. Okay. Voilà. Oh, jij mag er ook bij. Jij mag er ook bij als je wilt, ze. En jij? Jij mag er zeker. Oeh, sorry. Iets te vroeg gejuicht. Wauw, je behoort tot de beste. Propitiat. We zullen eens een naam invullen. Thomas Go. En oké. Wij staan nummer 1. Yes. Oké, dan zullen we nu eens het toilet. De toiletten. Ja, inderdaad. De toiletten. Oei, Urbanus. Dikke Nerman komt eraan. Doe iets vlug, want anders gaat hij u verraden. Start. Hier is de bedoeling dat we zijn spiegelbeeld nadoen. Yeah. 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 Terug. U. Bijna. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Yes! Level 2! Huh? F. Oh. U. Oh, kijk. Speakbriefje. We hebben het speakbriefje. Yeah! V. Perfect spiegelbeeld. Yeah! Level 3! Oké. Okay. Huh? Yay! En V U. Oké, okay, wat nu? V. En ik wil het nadoen of wat dan ook. Yeah. Hey. Ah. Ma.
spiegelbeeld niet. Ik had dat direct gezien. Jij hebt een baard en ik niet. Oh, spijtig, jij hebt het gezien. Wauw, je behoort tot de beste. Alweer? Speciat. Oké, okay, we vullen dan weer Thomas Go. Oké, okay. Gaat goed voor nu. Dan gaan we nu naar Expeditie tegen de Wind. Ventilatiesysteem. Of zoals hij het zegt, ventilatiesysteem. Oei, Amadee, er is een speakbriefje in het ventilatiesysteem terechtgekomen. Niet goed, dat niet goed. Halen, terwijl ik hier de wacht houd. Houd. Oké, we kiezen voor makkelijk of moeilijk. Makkelijk. Start. Oké, level 1. Hier is de bedoeling dat je door de buis probeert te geraken. Maar de randen van de buis zijn gloeiend heet. En als je daar tegenaan komt, dan gebeurt er dat. Eigenlijk was dat niet expres, maar... was goede timing. En... Oké. Okay. Dit komt goed. Hoop ik. Alsjeblieft, verbrand niet nog een keer. Verbrand niet nog een keer. Verbrand niet nog een keer. Doen het eigenlijk nog. Ik ben hier niet meer graag. Ik zag net dat we tijd hadden. Hoe kunnen die kabels dat trouwens overleven? Wat bedoel ik met overleven? Wacht. Yes! Oké. Okay. En we hebben 1 Amadee erbij. Dat klinkt echt zo raar. Daar is het speakbriefje. Misschien kan ik erop klikken. Nee. Ik kan er niet op klikken. Oké. Okay. Wat is die ton chemisch afval daar? Yes! Ja, zoals jij zegt. Oké. Rustig. Amadee is helemaal opgebrand. Alleen nog een keer. Ik toch niet, want we hebben het speakbriefje. Dus gaan we nu naar de bibliotheek. Ja. Dat is een spook en dat is een hond in 2 delen. Oké, okay. We zullen beginnen. Hier is de bedoeling dat je zorgt dat die man daarachter, op de achtergrond, niet wakker wordt. En er gaan dus, zie daar, er gaan dus allemaal zo lades en zo. En die moeten wij dan dicht doen. En rode boeken mogen wij niet opvangen. En groene wel, want groene, daar kunnen we een spreuk mee verzinnen om dat spook weg te jagen. Ah! Wat bijna een rood boek. Oké. Okay. Deze mag dicht. Trouwens, wat zit daarin? Die mag dicht. Oh! Ah, bijna. Oké. Okay. Hoi, spook. Alles kids. Achter de potten. Oké, wat is er met zijn schedel gebeurd? 1 vraag, wat is er met zijn schedel gebeurd? Bravo, Napuko, we zijn goed bezig. Dankjewel. Ja, speakbrief. Joepie, we hebben het speakbriefje. Yes, nu hebben we hem echt. Denk ik. Oké, we hebben het wel gezien. Dus, we gaan naar het... breinmanipulator. En hier is de bedoeling dat je de goede kleur
en de goede grootte van het brein voor elke student toe. Chemielokaal. Hé, hey, Groene, heb jij hier soms geen speakbriefje gezien? Als je me geeft het mij dan. Zeg, Viezerik, dat doe ik niet, hè. Dat lijkt alsof hij onder water zit. Stil dat gedoe. We zullen beginnen. Oké, kijk. Dus deze is groot en ik denk middelmatig en rood. 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 En middelmatig. Dus we gooien hem erin. De volgende is oranje. Alleen we moeten wel heel even wachten. Oké, oranje. Die mag er ook al in. Die moet ook hetzelfde zijn, dus die gooi je er ook in. Yes, het is goed. En dan is het blauw heel klein. Blauw. Blauw, hier moet nog blauw. Oké, phew. Het spiekbriefje. Oké, yes. Rapper, jongens, rapper. Hoe maak je ook alweer paars? Rapper. Oh nee. Ik denk dat dit paars is. Ik weet het echt. Nee, blauw meer rood. We zullen eerst zien wat er met deze is en als het paars wordt. Ja, oké. Wat ben ik blij. Ja. Doen het voor mijn gevoel wel vrij goed. En dan is het blauw en groot. Wat voor een onnozel heeft dat hier uitgevonden, zeg? Oké. En dan is het oranje. Ik denk dat dit de laatste wordt. Oké. En die is groot en oranje. En het is... Oké. Blauw. Oké. Wat? Oeps. Game over. Spijtig. Maar we hebben het speakbriefje. Trouwens. Oké, dan gaan we nu naar het laatste speakbriefje. En dat is... In de refter. Oké. Oh, chef Patat, wat doe jij hier? Ja, dat vraag ik mij ook af. Ik heb geen speakbriefje gezien. Ik denk dat ik tijd heb om ernaar te zoeken. Doe dat zelf een keer, jong. En daarbij zou mij beter wat helpen met dat eten hier klaar te maken. Dus hier krijg je een recept... En dan moet je dan in de goede volgorde. Dus op de tweede plaats leg je oogballen. Vervolgens gebruik je alleen maar hart. Oké, dus hart. Oogballen. Of bollen. En dan alleen nog maar hart. Hart. En nog een hart. Oké. We zullen zien wat het wordt. Ik hoop dat het goed is. Alsjeblieft, zeg dat goed is. Yes! Ja, inderdaad. Oké, leg blubber na het hart. Na blubber komen oogbollen. Als laatste leg je darmen. Dus... Blubber. Oogballen. En darmen. Voilà. Ik hoop dat ik niet in de verkeerde... Please. Alsjeblieft. Yes. Oké, gebruik 2 porties oogbollen voor door... Oké. 2 porties darmen. Oké. Die zijn er al in. Daar viel een muis. En die is waarschijnlijk nu dood. Please, ik ben absoluut zeker dat deze keer juist is. Denk ik toch. Dat ziet er een lekkere rechtje uit.
Hier, het volgende recept. Het vierde en het derde ingrediënt zijn oogbollen. Je begint met een hart. Na hart komt altijd blubber. Oké. Dus hart. Yes. Blubber. Wat was dat nou? Hart. En wacht, hè. Dus oogballen. Oogballen. Oh, ik ben helemaal niet zeker van mijn stick. Wat doen die mensen daar? Zullen we eens voor de grap het fout doen? Op de tweede plaats leg je oogballen. Vervolgens gebruik je alleen maar hart. Dus alleen maar hart. Oké, snap ik. Hart? Nee, het is fout. Nu is het officieel fout. Zie je wat er gebeurt? Wat gebeurt er? Oké, okay, dat gebeurt er. Oké. Maak toch weg, kom kok van mijn voeten. Oké. Geef me nog een kans. Deze keer gaat het wel lukken. Nee, ik wil hier nog een keer. Nee, want we hebben het speakbriefje. Dus, examen Kronkels from Hell. Het examenlokaal. Joepie, we hebben alle zes de speakcode. Hip, hip, rahu. Yes, gelukt. Oké, start. Kon Jezus met de fiets rijden? Nee, hij kreeg geen fiets. Nee, de fiets bestond toen nog niet. De appel valt niet ver van de boom. Ah. Goed. Welk woord moet je intippen om een foto van Urbanus en Chris van den Druppel te bekijken? Ik denk bloopers geel. Maar nog ook. Wie zit als eerste voet op de maan? Neil Armstrong, B. Juist. Wie waren de dikken en dingen? Laurel en Hardy. Vlugger Urbanus, C. Wie danst er ballet? Een ballerina, duidelijk. D, blauw. Juist. Hoe heet een de vlieg van Urbanus? Amadee, A. Goed gewerkt, Urbanus. Je bent geslaagd. Geslaagd. En wij zijn gekust door de juffrouw. Oké. Maar er was nog iets wat ik wist. En dat was de bloopers. Het examenlokaal. Dus de speakcode, we zullen zeggen bloopers. Oké. Help! Ik ben mijn kak kwijt! Wat? Sis, de vuurhond, die ging alleen uit als het regent. Dan zegt hij altijd Sis. Ibibib! Ja. Je krijgt de poesie van juffrouw Kuts. Je krijgt de poesie van juffrouw Kuts. Wat is dat hier allemaal? Een bord kots? Ja, denk ik. Dat is geen gerecht, dat is kots. Ik heb een Urbanus meegemaakt. Hij zit hier na. Ik heb het niet. Hij is maar in slaap aan het vallen. Oei, oei, oei. Ja, maar ik heb mijn best gedaan, hè. Ik heb een ja. Ja. Oei, oei, oei. Wat heb je? Ziet je het speakbriefje liggen, Apuko? Ja, kijk. Kijk, is dat daar geen speakbriefje? Ik denk het niet. Het is een rolletje wc-papier. Voilà, dat was het dan. Urbanus de toetsenkiller. Ik vond het een heel leuk spel.
De stemmetjes waren heel grappig en de bloopers ook. En wil je nu meer getekende Urbanus zien? Ga dan zeker eventjes kijken naar Urbanus de vuilnisheld. Like als je Urbanus kent en als je deze video tof vond. Abonneer zeker eventjes op mijn YouTube-kanaal. Klik op het belletje als je een melding wilt krijgen als ik een nieuwe video online zet. Bedankt voor het kijken en ik zie jullie in de volgende video. Adios!